giert de wind weer om onze oren. Maar het wordt er niet minder ongezellig door. Mag ik u voorstellen, naast me zit meneer Hertzberger. En dat is de architect hier van dit huis, de Overloop. Is dat een leuke opdracht? Een bejaardencentrum te maken voor een architect? Ja, dat is een fantastisch leuke opdracht. Ja? Waarom? Nou, omdat bejaarden worden vaak in een hoek geschopt. En daar wordt te weinig aandacht aan besteed. En ik denk dat je juist bij een bejaardenhuis met het gebouw heel veel kunt doen. Hè? Zoals? Nou, je kunt proberen te zorgen dat het niet zo echt een tehuis wordt. Zo, waar de mensen zo afgezonderd worden van de samenleving. Ja. Dus proberen niet echt kamertjes te maken, maar zoveel mogelijk woningen. Hè? Geen gangen te maken, maar meer straatachtige gangen. En het een beetje vrolijk te maken. Ik bedoel niet vrolijk in de zin van dat je nou echt eens grappig gaat doen. Maar te laten zien dat het gewoon een onderdeel van de samenleving is. Ja, maar het is een ontzettend modern. Een heel modern gebouw. Ik heb altijd het gevoel dat oudere mensen toch een beetje terug willen vallen op wat ze kennen, hè? Het behoudende. Ja, en dit maar, is het maakt de mensen, heel functioneel. Ja, maar het maakt de mensen misschien jong. Ja. Om in een jong gebouw te zitten. Ja. Ik vind dat eigenlijk juist heel goed. En ik zie geen reden waarom je dus daaraan aan toe moet geven eigenlijk. Je hebt de lange gangen, u hebt normaal een keuken moeten ontwerpen, zoals altijd in deze gebouwen. Ja. Zo'n hele grote keuken. Ja, de mensen die, dat is eigenlijk een beetje voorgeschreven, hè? Ja. Want alles is voorgeschreven in dit land. Hè? Het is heel moeilijk voor een architect om nog iets te doen wat een beetje buiten die perken gaat. Maar het is dus eigenlijk. Je kunt nooit meer iets als architect in Nederland iets extreems maken? Nou, ik zeg niet nooit iets, maar alles is wel erg goed geregeld hier. Ja. En je moet toch werkelijk wel je vreselijk inspannen wil je daar buiten komen. Oh, dat is wel jammer. Maar wat nou zo leuk is hier, de bedoeling was, dat was dus zo geregeld, dat de mensen op de kamers zouden eten allemaal. En dat is natuurlijk heel ongezellig eigenlijk. Hè? Ja. Je ziet dat trouwens nog in de gangen, daar zijn van die kleine plankjes gemaakt. Dat was de bedoeling dat daar dan de maaltijden zouden worden neergezet. Maar dat gebeurt niet, want de leiding van dit huis heeft het ervoor gezorgd dat de mensen in de grote gemeenschappelijke kamer gaan eten. Dus heel gezellig. Tuurlijk. Iedereen komt daar op etenstijd naartoe en dan zien de mensen elkaar. Tuurlijk, dan zit je maar op je kamertje. En dat is echt heel fantastisch en dat ligt maar een heel klein beetje aan de architect, maar vooral aan de leiding van dit huis die dat zo goed begrepen heeft. U bent toch met een paar specifieke dingen aangekomen, zoals de halve deuren, hè? Ja. Waarom hebt u dat gedaan? Nou, ik denk dat oudere mensen vooral zich vaak eenzaam voelen. En omdat je nou toch niet er zo gauw toe komt om dan maar even de deur open te zetten, want dat doe je niet, de deur openzetten, hè, dan laat je zo zien dat je eenzaam bent. Maar zo gaat dat niet. Maar nu kun je dus de deur openzetten en hem toch dicht laten. Ja. En dat is eigenlijk een kleine ingreep. Ik bedoel, het is iets ingewikkelder dan dat je gewoon die deur in tweeën zaagt. Maar daar komt het toch eigenlijk in grote lijnen op neer. En dan heb je toch je deur dicht. En dan toch, als er iemand langskomt, dan kun je een praatje maken. Uw balkonnetjes, dat zijn net van die kleine kastjes. Balkonnetjes, dat is, daar hebben we echt voor moeten vechten, hoor. Want daar was natuurlijk ook geen geld voor. Want het is natuurlijk toch voor weinig geld gemaakt. En we hebben die balkons zo gemaakt dat de mensen, ook als er als het niet zo mooi weer is, daar toch, omdat er veel glas afscherming is, daar toch van kunnen genieten. En je kunt er je planten neerzetten. En je hebt eigenlijk een beetje vrijheid, hè? Iedereen kan zijn balkon op een eigen manier inrichten. En je kunt ook, als je daar toch een serre van wil maken, ook nog die open gedeelte ook nog met glas dicht zetten. Dat hebben ook sommige mensen gedaan. Ik heb het gezien dat het daar gebeurd is bijvoorbeeld. Hè. Daar hebben mensen met glas het helemaal dicht gemaakt. Dus op die manier kan dan in het gebouw ook nog een beetje de verschillen tussen de mensen worden uitgedrukt.
Het is hierachter, en die camera die op het dak staat. Ja. En dat is trouwens ook een zitdak, hè? Je kan erop zitten. Ja, ik vind dat uitzicht is een van de allerbelangrijkste dingen. Bovenop het dak, aan dat strandje. En dat geldt voor jonge mensen, maar dat geldt voor oudere mensen misschien nog wel in sterkere mate. Dat je veel kunt zien buiten. En we zitten hier op zo'n prachtig punt aan de dijk met schitterende water, waar dan allemaal boten zijn. En het zou natuurlijk heel dom geweest zijn als we dat niet daarvoor gezorgd hadden dat de mensen daarvan zouden kunnen profiteren. Ja. Er is dus ook op het dak een grote ruimte gemaakt waar je dus met je kennissen die op bezoek komen ook naar boven kunt en dan van het uitzicht genieten. Ja. Ik denk ook dat dat gewoon dat het een fijn gevoel is. Dat je niet, je zit toch altijd min of meer opgesloten en je moet dat zoveel mogelijk proberen te vermijden, denk ik. U hebt destijds de Merkelbachprijs gekregen. Voor welk gebouw was dat? Ja, dat was voor een scholencomplex in Amsterdam, voor twee scholen. U hebt ook Vredenburg in Utrecht ontworpen. Ja. Wat zou u nou weigeren als architect om ooit eens een keer te ontwerpen? Een wapenfabriek. Ja. En die hebben er niet zoveel. Een gevangenis zou ik ook niet doen. Nee, waarom niet? Torens in de Bijlmer, dat is modern? Ja, dat lijkt me. Nee, dat doe ik niet aan mee. Ik zou wel een gevangenis willen ontwerpen, want dat zijn natuurlijk wel mensen die misschien kortere of langere tijd misschien vast zouden moeten zitten. Maar dan zou ik dat toch zo willen doen dat je dan veel mogelijkheden hebt om te werken met veel tuintjes en kassen en werkplaatsen. Ja, wel ja, laten we het nog leuker maken voor ze. Goed, dus u ontwerpt nooit een gevangenis? Nee, dat doe ik niet, nee. Oké. Nee. U vindt het leuk gebruikt zo nu, uw binnenplaats? Ik vind dit geweldig. Dit is voor mij daarom een grote dag, want daar heb je natuurlijk van gedroomd. Dat zo'n binnenplaats nog eens een keer helemaal vol zou gaan. En ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het zag. En dat vind ik geweldig. Dank u wel.